naar deze kerk en zeg je mee een gebed, Maria. Ik smeek en luister toch voor wat ik hier zeg, Maria. Die lieve schat van mij is toch zo ernstig ziek, Maria. Dus ik ga ons verlaten? Ja, ik ga jullie verlaten. Ik heb even willen toch, omdat het in Halle was, toch een keer willen komen. Kijk de lucht wordt alweer blauw. Laten we nog wat blijven.
berg is over. Kom eens hier en kijk eens gauw. Want die boom met duizend kleuren, die is alleen gemaakt voor jou. Ik liep hand in hand met Susie op een meer dan mooie dag. Toen ik plots in de verte een onweer komen zag. We vonden een oude boerderij met een kleine vervallen schuur. Ik zei dat we meer maar naar stilletjes boeken, dat de bui nog even duurt. Hey Susie, de bui is over, hey, de lucht wordt alweer blauw. Maar laten we nog wat blijven, ik vind het heerlijk hier met jou. Hey Susie, de bui is over, kom eens hier en kijk eens gauw. Want die boog met duizend kleuren, die is alleen gemaakt voor jou. Waarom zitten de cowboys hier mee? Waarom zitten de indianen? Hey Susie, die bel is misschien voorbij, maar de dag nog niet te schoon. We blijven gewoon hier zitten, tot het volgende onweer komt. Wat is er mooier in de wereld, dan de regen en de kou. De liefde en een oude schuur om te schuilen met jou. Hey Susie, de bij is over, kijk de lucht wordt alweer blauw. Maar laten we nog wat blijven, ik vind het heerlijk hier met jou. Hey Susie, de bij is over, kom eens hier en kijk eens gauw. Want die boek met duizend kleuren, die is alleen gemaakt voor jou. Waar zitten de cowboys? Yuppie! Waar zitten de indianen? Hey Susie, de bij is misschien voorbij, maar de dag nog niet is komen. We blijven gewoon hier zitten, tot het volgende onweer komt. Wat is er mooier in de wereld, dan de regen en de kou. De liefde en een oude schuur om te schuilen met jou. Hey Susie, de bij is over, kijk de lucht wordt alweer blauw. Laten we nog wat blijven, ik ben het eerlijk hier met jou. Hey Susie, de bij is over, kom eens hier en kijk eens gauw. Want die boog met duizend kleuren, die is alleen gemaakt voor jou. Want die boog met duizend kleuren, die is alleen gemaakt voor jou. Toen ze dat kreeg met die ogen, ik zeg, als je wil, stop ik volledig met zingen. Ze zegt, nee, want ik ken jou. Jij bent eigenlijk nog vlugger, dieper in de put dan ik. Zij is optimistischer dan ik. Zing maar verder, zegt ze, want anders heb ik aan jou ook helemaal niks meer. En ik heb dat dan ook gedaan, om haar plezier te doen. En ook omdat ik zo mijn zoon ook kan helpen. Hij is begonnen, nu is hij weg op. Hij is weg door, maar in het begin kon ik hem helpen. Beste vrienden, ik ga trouwens het nog steeds een beetje in de familie houden en een mooi duet zingen met onze lieve Liesje. En het is een mooi nummer, het noemt Tutanga. Oh. Als ik van ook veel te schoon. We gaan weer trantjes voelen, hè? Ja, oké. Luister maar, hier komt het. Et on cœur souriant qu'un calme sommeil nous attend.
Vandaag. En jij doet ook de kerstshow mee op 9 december in Stiek Lievenshouten. We hebben nog twee grote shows aan zeer. Eentje op 4 november, dat is bij Anneke van Hoof en Nina. En dat is 4 november in het Koetshuis in Roosdaal. En zij doet mee samen met een mooi kinderkoor. We gaan een kerstshow geven. Er zijn twee kinderkoortjes die meedoen. En dat is ook, daar moeten we zeker naartoe. 9 december in Sint-Lievenshouten. Niet ver van hier. Te voet. 5 minuutjes. 5 minuutjes? Maar echt meer. Van hieruit. Alleen al met een trein komt. Als hem op tijd komt. Dan zie je hier zijn naam op last. Ik heb nog een paar souvenirs, uit de familie. Ik heb altijd gezegd, mijn familie gaat voor. Ik heb alles over voor mijn familie. Ik heb Liesje geholpen, ik heb Christophe geholpen,
Mijn vrouwtje probeer ik zoveel mogelijk te helpen. En mijn kinderen, mijn kleinkinderen, die zijn hier trouwens ook aanwezig, dames en heren. Fijn, geef ze een applaus. De schoonouders, familieleden die er zijn en veel publiek. Dat doet me plezier. We gaan even kijken naar drie oude filmpjes weer. Het eerste gaat over, wij noemden dat altijd Dallas. Dallas en GR. Ken je dat nog, Dallas? Paulette was Sue Ellen en ik was GR. Zie je goed uit? We gaan er eens naar kijken. Kijk maar, hier komt het. Als alles goed lukt, zou ik niet even terugdraaien, maar ik denk dat dit is wel gemakkelijker zal zijn. Voilà. Dat is Paulette, hè? Die van onder, dat ben ik hier. Ik heb mijn hokje meegemaakt. Tja, jongen. Ik ben niet toe aan mijn hokken. Hij gaat zich verontschuldigen. Groeten. Vooruit. Dan hebben we nog een tweede filmpje. Ik heb altijd gezegd, heel de familie mee. En dat was ons hondje. Dat was in Bobbejaanland. Eerst gaat hij te dansen met mij. Ik had hem dat allemaal geleerd. Snap je? En dan door de benen, kijk. Bobbejaan die zei altijd, dit is het beste nummer dat ik ooit al gehad heb in mijn zaal. Lief hondje, hè? Nu gaat hij, hoppa. Dat is lang geleden, hè, Bobbejaan, 1977. Geef hem applaus aan ze. Kijk, ik ga walsen. Niet te geloven, hè? Je gaat die papoletje nu in de steen. Nu ga ik niks doen, niet bewegen en toch het draait er rond mij. Kijk, hè? Ik doe niks, hè? Dat is het tweede filmpje. En dan nog een derde. En dat is mooi. En Tenerife. Wie is die kleine? Christophe, hè? Dat is die grote snoebel.